Na het verlies in de uitwedstrijd verloor FC Groningen gisteren in de Euroborg ook het tweede play-off-duel met FC Utrecht. Dankzij doelpunten van Van Wolfswinkel en Azare werd het 2-0 voor de Domstedelingen. Door de uitschakeling in de play-offs kwam het seizoen voor de ploeg van Ron Jans tot een abrupt einde. Dat is wel heel vreemd hoor. Je weet dat je uitgeschakeld kunt worden en toch overvalt het je dat het seizoen in één keer kun je er een kruis door zetten. En dan staan we hier nu niet meer te trainen ergens naartoe, maar eigenlijk om nog een beetje af te sluiten. En we hebben nog één oefenwedstrijdje zaterdag en that's it. De uitgangspositie van de FC was door een 3-1 nederlaag in Utrecht al niet erg gunstig. De opdracht was dus bij voorbaat een lastige. Doordat je na donderdag weer 3 spelers af ziet haken en een 3-1 nederlaag, nou, dan wordt het gewoon heel lastig. Maar ik vind wel, we hebben wel alles gegeven. Alleen qua kwaliteit was het niet genoeg om Utrecht te verslaan. En we hebben echt heel erg hard ons best gedaan. Maar we hebben nauwelijks kansen gecreëerd. En als je dan toch weer een dekkingsfout maakt en je komt met 1-0 achter, ja, dan zie je het wegvloeien. Maar we zijn blijven proberen. En ik moet wel zeggen dat het publiek daar geweldig op reageerde gisteren. Dat vond ik echt prachtig. Behalve de coach vertrekt ook een aantal spelers bij FC Groningen. Na Loveren en De Rover kregen Theo Lucius, André Swedik en Jibril Sanko gisteren te horen dat hun aflopende contracten niet verlengd worden. Voor de centrale verdediger was dat een domper. Die clubleider die wil gewoon niet lang wachten aan me beslissen. Ik heb 5,5 jaar gevoetbald. Ik heb hartstikke machine gehad en ik heb altijd goed gepresteerd voor de club. En ik ben altijd basisspeler en ik speel alle wedstrijden. Ik heb de meeste wedstrijden voor iedereen. En op een gegeven moment komt die club naar mij gisteren direct naar die wedstrijd. En zeggen dat wij niet meer doorgaan. Omdat ten eerste heb je gewoon binnengegaan toen naar die wedstrijd tegen Sparta. Omdat die supporter ging boeren naar een paar aantal spelers. Dan ben je gewoon binnengegaan, dat is niet goed. Ja, ik heb gezegd, sorry daarvoor. Maar die club zei, je liet ons heel lang wachten. Dus we willen voor iemand anders gaan. Ja, als een club, dat vind ik echt slecht. Dat van die club die heeft dat gedaan. Omdat die moet gewoon niet naar die wedstrijd gelijk naar een speler toe komen om zo te doen. Dan denken wij door, Sanko, contractvrij voor het jaar. Heerenveen kan wel wat defensieve versterking gebruiken. Denk jij ook zo? Nou, net hetzelfde antwoord als mijn vorige vraag. Het is misschien een beetje saai. Maar het is wel een leuke journalistieke vraag, maar dat gaat echt niet gebeuren hoor. Dat gaat echt niet gebeuren? Nee, dat gaat niet gebeuren. Nou, dat is een goed antwoord. Dan weten wij dus dat Sanko volgend jaar niet met de pompen bladden op het shirt speelt. Nee, maar als je kijkt naar zijn positie rechter centrale verdediger, daar is Heerenveen goed genoeg bemand. De selectie van Groningen kan nu gaan uitrusten. Na de zomerstop gaan ze met de nieuwe trainer Pieter Huistra verder.